In september lichtte Ford een tipje van de sluier van zijn nieuwe Focus, de vierde generatie ondertussen. Tijdens zijn 20 jaar in het segment van de compacte familiewagens heeft de Focus al een tour rond de aarde gedaan. Tijd is om opnieuw van nul af aan te beginnen op een onuitgegeven platform. Of hoe je eerst moet verdwijnen om opnieuw geboren te worden. Met de vijfdeursversie ontdekten we het gezicht van de nieuwe Focus. Dankzij de klipper weten we nu ook wat de achterkant te bieden heeft. Achter de automatische kofferklep schuilt 650 tot 1650 liter kofferruimte. De grootste koffer in zijn segment. Achter zijn dynamische lijnen schuilt een pittig karakter. Om dat sportieve rijgedrag zelfs met een flinke lading intact te houden, krijgt de klipper een multilink achterophanging. Daardoor worden de rolbewegingen van de koets tot een minimum beperkt. En dat geeft een strakke wegligging, dat moet ik beamen. Dat had zijn voorganger ook al. Doen ook nog een duit in het zakje, een architectuur die 90 kilogram lichter is en een verhoogde stijfheid. Die komt trouwens ook de veiligheid ten goede. Net zoals de voorspellende verlichting in bochten die ook rekening houdt met de verkeerssignalisatie. De adaptieve cruise control en het lanekeeping systeem. Tel daar nog een head-up display bij en de Sync 3 interface met aanraakscherm en een audio BNO Play. Nice car.